Good morning, het is vandaag vrijdag. We hebben ontbeten en we hebben net de transport naar het vliegveld gereserveerd. Want dan moesten we even 24 uur van tevoren voor bellen. Dus we gaan morgen om 4:45 worden hier opgehaald met de bus. En dan gaan we naar het vliegveld toe, dus dat is super chill. Dus dan is het gelukkig gelukt. Want we moesten in het Engels bellen en ik moest het doen. Nou, we hebben het eigenlijk samen gedaan. Maar het is altijd even zo... Moet je het opeens doen, zeg maar. Ja, nou ja. Dat staat vooral beetje... omdat ze zeggen dat ze in Frankrijk niet Engels spreken. Nee, ze, over het algemeen spreken ze heel slecht Engels in Frankrijk. Maar deze man die sprak echt gewoon supergoed Engels. Dus het was echt heerlijk. Het was ook heel rustig. Dus dat. Ik ga me nu klaarmaken. Make-upje doen. Ik ben al voor de helft aangekleed in mijn trui. En dan gaan we... Shoppen. Weer shoppen van... Nee, niet weer. We hebben nog niet echt geshopt deze trip. Eigenlijk. Dus alleen Sephora. Bijna. Ja. Ik zal nog even de bronzer laten zien die ik heb gekocht. Van Fenty. Ik hoop ook echt dat het goede kleur is. Ik heb het gegokt. Dit is de verpakking. Helemaal shiny. En ik heb de kleur Private Island. En dit is de kleur. Heel pretty. Ik denk dat hij wel heel erg mooi kan zijn. Hij is best wel warm. Maar hou ik wel van. Lekker alsof we op vakantie zijn geweest. Dus ik ga even naar uitproberen. Dus ik zal jullie laten weten hoe hij is. De foundation van Fenty zijn we nu achter. Dat het gewoon mijn zomerkleur is. Dus hij is voor nu echt iets te donker eigenlijk. En vooral gisteren viel het heel erg op. Dus ik ga weer even de andere gewoon mijn MAC foundation nu opdoen. Want die is wel gewoon de goede kleur. En dan ben ik in ieder geval niet zo oranje. Dus ja, goed verhaal. En ik ga me klaarmaken. Wat heb jij gekocht? Schoenen. Gewoon heel simpel. Hey, we zijn bij de Comme des Garçons winkel geweest. En Dylan die heeft de Comme des Garçons X-Poster sneakers. Ja, de zwarte hoofd met het grote halve hartje. Het grote halve hartje. En ik had ze ook al. En ik heb dan de zwarte met de witte stip en dan het kleine rode hartje erop. En die heb ik toen in Berlijn gekocht. En nu gingen we opzoeken of hier een winkel was. En die was er. En we dachten eerst dat ze helemaal geen schoenen hadden, maar die hadden ze wel. Dus die heeft ze gepast, dus hij heeft ze meegenomen. Ja, we waren er binnen 5 minuten weer. Ja, echt. Inderdaad, niet korter was. Inderdaad, gewoon binnen 5 minuten. Die vrouw heeft gewoon om 12 uur ging de winkel open. We waren er om, 10 over of zo. Ja. Dus binnen 10 minuten heeft die vrouw gewoon weer wat lekkers verkocht. Ze was hartstikke blij, denk ik. Leuk, dus ze nog brillen. Oh ja. Ze hebben hier sowieso mooie brillenwinkels. Ja. En mijn haar is een stro, een bosje. Want er zit hier chloor in het water, dus dat helpt niet echt. En er is gewoon geen goede föhn hier. Dus waarschijnlijk gaat het straks vast. En we gaan nu naar een wat meer shopgebied. Waar echt van alle winkels zitten, zoals Snipes, Uniqlo, weet je, dat soort dingen. Dus daar gaan we nu lekker heen. Het is echt heel lekker weer. Daar heb ik nog niet eens op gehad. De zon schijnt vol op. Ja, dat valt ook nog mee. Ja, oké, nu is er een beetje wolkje, maar net wel. Het is echt helemaal niet koud. Dus dat is heel lekker. Dus we gaan lekker genieten van vandaag. Ik ben nu bij Another Stories en ik had de dingen gepast. Helaas zijn de broeken te klein. De trui is leuk, maar ik word er niet echt wild van. Dus ik ga het niet doen. Verder, ik dacht ik ga mijn outfit nog even laten zien. Ik ben me half aan het aankleden. Ik heb hier mijn Zara boots aan. Deze rok is van H&M. Heel lang terug. Deze villa trui is van Episode Vintage. Ik hou me bij Red op, maar het is heel warm, dus ik laat het lekker zo. Deze riem weer even omdoen en het is bloedheet hier binnen. Het is echt niet te doen. Maar helaas is hier niks geworden. Maar ja, gaan we weer verder shoppen. En Dylan zei al dat het Supreme winkel was. Dus. Oh, yummy, yummy, yummy. We zitten lekker in een soort warenhuis zoals een V&D. En hier werd lekker een burgertje gehaald als lunch. Echt, het ziet er zo intens goed uit. Het is niet normaal. En met lekkere frietjes. Dus dat gaan we lekker eten. Dylan is op zoek naar bestek. Dus wij gaan lekker smikkelen. Wij zijn weer in het hotel en dit zijn mijn nieuwe schoentjes. Echt zo leuk. Voor mij is dit een van de vrij nieuwere collectie, denk ik. Echt heel erg leuk. Super blij mee. Echt mooie kleur crème. En ik heb ook in zo'n kleur toevallig een kooltruitje gekocht bij Uniqlo. Want ik had nog niet echt een wit crème kleurige kooltruitje, wat ik wil hebben. En ja, I'm very, very happy.
En Dylan heeft deze dan in het zwart. En dan met hier zo'n half hartje zitten. Ook heel erg chill. Heel erg leuk. Happy. We zijn nu weer in het hotel. En nu gaan we chillen. Ga ik even foto's bewerken voor ons. Die we hadden gemaakt. En gewoon chillen. En vanavond moeten we nog weer ergens eten. Maar het is nu 4:30. Dus we kunnen nu echt heerlijk rustig chillen. Dus dat is echt fijn. Dus dan vanavond even kijken wat we gaan eten. Maar grote kans dat we weer een crepje gaan eten. Good morning. Het is vandaag zaterdag en de allerlaatste dag in Parijs. Gelukkig hebben we nog een hele dag. Eigenlijk omdat we vliegen vanavond pas. We worden om 4:30, iets voor 4:30, worden opgehaald door de bus richting het vliegveld. We zijn nu een beetje de laatste dingen gewoon ready aan het maken. Maar we hebben dus gevraagd hoe laat ze wilden dat we gingen uitchecken. En normaal gesproken is het 12 uur. Alleen volgens mij komt er gewoon niemand meer vandaag in deze kamer. Dus we mochten eventueel gewoon tot 4 uur dit ding aanhouden. Dus dat is super chill. Dus wij hebben nu gewoon de spullen alvast klaargemaakt. En dan, even denken. Dan komen we rond 3 uur of zo weer terug. Dan kunnen we nog de laatste dingen opladen. Qua telefoons, dat soort dingetjes. Laten spullen inpakken en dan zijn we gewoon helemaal ready. Dus dat is super chill. Dus dat is nu een beetje het idee en het plan. Dus we zijn nu eigenlijk klaar. En dan gaan we naar de Montmartre waar we oud en nieuw hebben gevierd. En daar heb je schijnbaar nog leuke soort van, wat hadden ze daar nou weer? Zo'n pleintjes of zo met kunstenaars. En oh ja. Ja, een soort kunstdingetjes en dat soort shit. Dus hartstikke leuk. En ik zal even mijn outfit laten zien. Ik heb dit nieuwe colletje aan van Uniqlo die ik gisteren heb gekocht. Mijn blazer, mijn jeans en mijn nieuwe Comme des Garçons schoenen. Helemaal happy. En deze zwarte laarzen die ik altijd aan heb, die zie je nu niet. Maar die zijn het zwaarst. Dus als we straks terugkomen in het hotel, doe ik die weer aan en gaan deze in de koffer. Dat is het plan. En Deel, wat heb jij aan? Schoenen, broek, een trui. Supreme trui, broek. Waar is die van? Wat? Waar is je broek ook weer van? Ik veel, Primark of zo. Ja, Primark of zo. En dan Yeezys. En sokken. Lekker lookie hoor. Oh, die macarons. Lekker. Wij zijn inmiddels bij de Montmartre. En echt hele leuke marktjes, mooie straatjes, mooie huisjes. Alles is echt heel leuk hier, ook heel druk. Heel veel Nederlanders. We hebben de hele vakantie eigenlijk nog geen enkele Nederlander bijna gezien. En nu vet veel. Ik wilde hier nog zo'n Oh, zo'n eiffeltoren ding. Ja, het is wel leuk, maar wat doe ik ermee? Ja, dat kan. Maar het is echt heel mooi, heel knus, heel leuk. Hé, hey, wat een leuke Starbucks. Dus hier lopen we lekker rond. Het zijn allemaal kunstenaars hier. En we zijn weer helemaal boven waar we oud en nieuw hebben gevierd. Dus het is ook nog eens lekker sport ofzo. Kijk, hier zijn we bij de Basiliek of zo is dit. Heel nice. En hierachter helemaal een mooi uitzichtje. Het is hier echt prachtig. Heel veel verkopers wel. Maar ja, dat is op zich, ja, wat verwacht je. Dus het is wel echt heel mooi. Het is wel ook heel druk hier. Maar het is echt, echt prachtig. Leuk. En nu hebben we het ook gewoon zo gezien. Want we waren hier natuurlijk met oud en nieuw. En toen was het natuurlijk gewoon donker. En dan zie je wel wat. Maar het is toch heel anders als zie je het zo, zeg maar. Het is wel echt heel erg leuk. Dus ja. En Dylan is allemaal pika's aan het schieten. Helemaal influencer live en zo. Wat zei je? Ik zei, je bent helemaal influencer live. Helemaal foto's schieten. Helemaal fotograaf spelen. Ja, kijk, ik vond het niet mooi. Maar ik hoor. Oh. Naar beneden. Nou ja, nee, we gaan nu weer inderdaad naar beneden lopen. Het is nu 11:30 of zo. Dus we hebben nog mooie de tijd, dus dat is lekker. Wij zitten bij een Pret a Manger. En hebben we toen straks al koffie gedronken. En nu dachten we gaan ook een broodje eten. Maar we hadden helaas op. Dus ik kan het niet laten zien. En we moeten nog even naar de wc. En dat kan hier ook. En nu zijn we even aan het kijken wat we nu gaan doen. Waarschijnlijk gaan we richting Lafayette weer met de metro. Want de metro's rijden weer, dus dat is zo lekker. Dus gaan we daar nog even kijken. En Dylan is nu aan het opzoeken of een Lafayette voor mannen is. Want wij waren toen in Lafayette, gewoon de Lafayette, weet je, met die kerstboom en zo erin. Alleen, daar had ik alleen vrouwen. Gewoon echt 6 verdiepingen vol vrouwen. Dus Dylan is even aan het kijken of er ook nog iets speciaals voor mannen is. Maar het kan ook zijn dat die ene van gisteren dat was, Dylan.
Want we vinden het een beetje vaag dat er alleen maar vrouwen is en niet ook mannen. Dus we gaan even opzoeken. Het is nu 12:30. Dus als we met de metro gaan, dan hebben we nog heel eventjes. Dan gaat de tijd weer heel snel voorbij, want rond 3:00 willen we toetsen met het hotel. Dat vinden we wel net zo fijn. Dus even kijken. En oh, het is zo lekker weer, mensen. We hebben het zo goed op de laatste dag. Dus we gaan zo weer op pad. En het is hier ook echt heel groot binnen en heel chill. We zitten op hele lekkere banken. Mega chill. Zo, lekker hoesten. Oh, we hebben nog drinken. Oh nee, nou ja. Oké, we gaan. Wij zijn bijna bij Lafayette. Dus hier zijn nog wat meer winkeltjes. En wat meer bruisend. En we hadden het al veel eerder gezien. Maar ik vind het zo leuk dat hier ook gewoon een HEMA zit. In Parijs. En ook best wel veel. Ik heb er denk ik al 4 verschillende gezien of zo. Echt heel veel. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, ik weet niet waarom. Het ziet er ook echt precies hetzelfde uit qua inrichting als in Nederland. Dat vind ik echt grappig. Dat wou ik even zeggen. Heel interessant. En nu gaan we... Het is ook wat je koopt. Ja. Ja, op zich wel. Dus dan kun je moeilijk in één keer alles veranderen, toch? Ja. Hetzelfde met mij. Ja, true. Ook hele mooie Mac Store gezien hier in Parijs waar we gisteren waren. Het was echt prachtig. Dat ik dacht, nou, dat wil ik wel werken hoor. Oh, we zijn nu bij Lafayette inderdaad. Oké. Nou, we gaan lekker winkeltjes kijken in de tijd. Ik ga een stuk. We hadden toen straks over dat. Oh, Lafayette, zo raar, dus alleen voor vrouwen. Letterlijk, het gebouw ernaast is de Lafayette voor mannen. Dus daar gaan we nu heen, want Dylan wilde heel graag heen. Oh my god, die beestjes, wat leuk. Kijk, deze etalage. Allemaal bewegende beestjes. Oh, heel leuk, oké. Nou, deal. Let's go to Jorre Lafayette. Let's go to Spain to say bye to my portemonnee. Ja, doei. Wij zijn weer in het hotel en we maken echt weer wat mee, hoor. Wij stappen de metro uit en op een gegeven moment zien we politie. Heel random, worden dingen afgezet. Wij dachten, waarom? Want we zien helemaal verder helemaal niks. Wat het zou kunnen zijn. En we lopen verder naar een heel groot plein hier bij het hotel. En opeens allemaal van die ME-busjes. En gewoon allemaal mensen op motors. En we zien, hoe noem je dat? Die mannen met die... Ook ME. Ook ME, hè? Met die schotten ervoor en zo. En... echt een zieke stoep met mensen. We hebben nog geen idee wat er aan de hand is. Maar wow, alles werd afgezet. Ik vanwege die pensioenleeftijd dat ze nu gaan demonstreren. Ja, dat... Ja, ja, oké. Okay. Dus nou ja. Het enige wat we nu hopen is dat we gewoon onze bus kunnen halen, zeg maar, die ons op komt halen. Dat is over een uur. Ja, maar je weet niet hoe het over een uur is, ja, plein. Ja. Dus ja, we hopen dat het wel goed gaat. Gewoon top. En we komen net, eindelijk zijn we boven, we zitten hier op de 4e verdieping. Is onze kaart geblokt, omdat we natuurlijk normaal voor 12 uur moeten uitchecken. Is onze kaart geblokt, moeten we naar beneden. Heeft meneer het even aangepast, konden we er weer in, gelukkig. En nu zitten we op de hotelkamer, ik ga mijn telefoon zo even opladen. Powerbank heb al de hele dag in de lader. Koffer echt goed in, verder inpakken, dicht doen. En dan... ja. Dan gaan we. Weer naar Nederland strakjes. Maar gelukkig duurt het nog eventjes. Wij staan inmiddels buiten te wachten op de bus. Want we stonden 10 minuten kwartier van tevoren wachten. Dus we zijn maar een kwartier van tevoren gewoon al buiten gaan staan. Dus dat. Het is hoop dat die bus gewoon op tijd is. Dat we op tijd vliegveld zijn. En dat de koffers qua gewicht goed zijn. Dat is de grootste zorg. Dus dat. En ik heb een nieuwe Adidas sportlegging gekocht vanmiddag, dus die heb ik nu aan. Dat is wel super chill. Gewoon lekker chill vliegen, lekker een dikke trui aan. Ik hou ervan. Dus we gaan lekker wachten en dan naar het vliegveld en dan weer naar Nederland. Dus daar heb ik wel ook wel weer zin in, maar ik vind het ook wel weer heel erg jammer dat we weggaan vanuit Parijs. Maar op zich, na 5 dagen is het ook wel goed, zeg maar. Dylan en ik zijn op het vliegveld aangekomen. Tadaa. En ik ben nu even wachten op Dylan. Hij is even plassen, want dan let ik heel even op de spullen. Alles is goed gegaan. De rit hierheen duurde echt 1,5 uur. Dus we zijn ook heel goed op tijd vertrokken. Dus ik denk dat ze er rekening mee hebben gehouden.
En want ze stonden heet het in de file, deed het vast, blablabla. Maar we zijn er nog steeds heel erg op tijd. Het is nu denk ik, nou laat het zijn. Het is nu 7:15 en 7:05 moeten we boarden, dus dat is heel erg lekker. Dus we moeten even plassen, dan moeten we even wat gaan eten en dan gaan we denk ik gewoon al bij de dingen zitten. Want we hebben al een beetje bij winkels gekeken, maar het is niet zo heel veel qua winkels. Dus, oh, en we moeten echt opeens zo naar de plassen, dus ik hoop dat Dylan opschiet. Oh jeetje, maar alles is goed gegaan, ook het inchecken. De kilo's waren perfect, we mogen 23 kilo hebben voor de koffer, tot 21. Mijn handbagage was 10 kilo, mag 12 kilo. En Dylan's handbagage was 6 kilo, dus dat is echt perfect. We hebben nog hele mooie Vogue's gescoord. Dylan Vogue Man van Parijs. En ik de gewone Parijs en de Fashion Week editie. Die Fashion Week editie is best wel prijzig, maar ik dacht in Nederland is het duurder. Dus ik dacht ik ga hem nu halen. Dus die hebben we nog gescoord. En dan inderdaad nog zo eten. Dus dat. Er veilige vlucht naar huis. En dan zit helaas de Parijs volgens mij op. Maar jullie zijn nog niet helemaal van me af, want we zijn natuurlijk nog niet in Nederland. Dus ik wil je volhouden met kijken. En yes. Oh, ik moet zo nog een plasje deeltje op.